An identity is only questioned when a stranger enters the gate. Identity would seem to be the garment with which one covers the nakedness of the self, in which case it is best that the garment be loose, a little like the robes of the desert, through which one's nakedness can always be felt and sometimes discerned. Distrust in one's nakedness is all that gives one the power to change one's robes. James Baldwin. Geboren in Nederland uit Surinaamse ouders maak ik een artistieke reis waarin ik de betekenis onderzoek van onzichtbaarheid als gevolg van de Afrikaanse diaspora en kolonialisme in relatie tot mijn opvoeding in een West-Europese cultuur. De politieke rode draad in mijn werk roept vragen op over veranderingen binnen de huidige Afrikaanse diaspora in relatie tot feminisme, seksualiteit, racisme en de geschiedenis van de slavernij. In mijn werk onderzoek ik decoloniale esthetiek, welke zich afvraagt waarom binnen westerse esthetiek categorieën als schoonheid en de representatie iedere discussie over kunst en zijn waarde heeft weten te domineren. In welke mate deze categorieën bepalen hoe wij over onszelf denken, wit of zwart, hoog of laag, sterk of zwak, goed of slecht, en hoe deze de tegenstrijdigheden van een koloniaal verleden zichtbaar maken. In zijn essay Cultural Identity and Diaspora benadrukt Stuart Hall dat we het traumatische karakter van de koloniale ervaring pas goed kunnen begrijpen wanneer we de relatie gaan zien tussen dominantie en de representatie. They had the power to make us see and experience ourselves as other in a dominant discourse. De ervaringen van zwarte mensen werden toen en nu nog steeds gepositioneerd en onderworpen aan de dominante cultuur van representatie. Volgens de Franse psychoanalyticus Jacques Lacan gaat het leven onder andere om respect voor het onbegrijpelijke. Het impliciete is bepalend voor ons leven. Het is zoals de stilte tussen de woorden. En Nederland is het land van de porno geworden, in tegenstelling tot sommige culturen die eerder gaan voor de subtiliteit van de erotiek. In Nederland wordt de onbegrijpelijkheid weggeschoven in het vakje van de abnormaliteit, terwijl in sommige culturen onbegrijpelijkheid een uitgangspunt kan zijn voor een onderzoekende, vragende houding. Een avontuur waarbij, net als in de erotiek, het andere ons tot onverrassende en daardoor grote hoogte kan brengen. Westerse landen worden met de toestroom van immigranten uit andere culturen, waarvan velen eeuwenlang onderdrukt zijn en gekoloniseerd door diezelfde westerse landen, gedwongen zichzelf te herdefiniëren. Wat is vandaag de dag een Europeaan, een Nederlander, een Amerikaan? Welke woorden gaan we gebruiken om onszelf en die ander te definiëren? Met het schrappen van het woord allochtoon wordt er wederom, net als binnen het debat over diversiteit en Zwarte Piet, een cosmetische oplossing bedacht, in plaats van te onderzoeken waarom het woord zo'n negatieve lading heeft gekregen. Met het wegstrepen van een woord, van Zwarte Piet een Roetpiet maken, is het werkelijke probleem nog niet opgelost. We worstelen allemaal met het culturele archief, waar Gloria Wekker naar verwijst in haar boek White Innocence. Een archief dat tussen onze oren zit en welke gevormd is vanuit het koloniale erfgoed. En waardoor het voor velen nog steeds moeilijk te bevatten is dat een bekende zwarte vrouw zoals Sylvana Simons een intelligente, heldere en goed onderbouwde mening kan hebben over Zwarte Piet en racisme. En doordat er een eenzijdig narratief is ontwikkeld en men te weinig bewust is van het culturele archief, worden er oppervlakkige oplossingen voor complexe problemen bedacht. Napoleon schreef ooit: geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. Maar een Koerdische wijze zei ooit: de waarheid ligt bij de onderdrukte. De
Dezelfde overwinnaars zijn nu bang om alles wat ze veroverd hebben te verliezen. Het is leven vanuit schaarste, terwijl er genoeg is voor iedereen. En een goed wapen is te doen alsof men lijdt aan historische afasie. Zich wentelen en geloven in de eigen onschuld en vervolgens de vinger wijzen naar de ander. De Franse filosoof Emmanuel Levinas schrijft de naam van de ander met een hoofdletter. Omdat niet elke willekeurige medemens wordt bedoeld, maar de vreemdeling, de weduwe, de wees. Dat wil zeggen, ieder die door zijn existentie de marge van vanzelfsprekendheid van het heersende rechtssysteem ter discussie stelt. En nu de ander, de veilige en bekende wereld, waaraan sommige Nederlanders, maar ook West-Europeanen en Amerikanen hun identiteit ontlenen, bevraagt en met een andere waarheid komt dan de postkoloniale, dan roept dit verontwaardiging en misschien ook wel angst op. Want opeens is alles waarvan men dacht dat het waar was, misschien helemaal niet waar. En een menselijke reactie is om die waarheid en de privileges die daarmee gepaard gaan met hand en tand te verdedigen. Want daaraan wordt een bestaan ontleend. Er wordt krampachtig vastgehouden aan een identiteit. Zelfs als dit ten koste gaat van de ander. Het patriarchaat heeft net als andere systemen van dominantie ons doen geloven dat intermenselijke relaties bestaan uit een inferieure versus een superieure. De ene mens, zeker cultuur, is zwak, de andere sterk en daarom is het normaal voor de machtigen om over de onmachtigen, de zwakkeren, te heersen. Maar ondertussen beseft de dominante cultuur niet dat het onvermijdelijk al plaatsvindt. De fictieve waarheid waaraan een identiteit ontleend wordt, is al aan het veranderen en zal uiteindelijk plaatsmaken voor een nieuwe waarheid en dus een andere identiteit. En deze is net als een samenleving nooit statisch. Als kunstenaar, womanist en activist zet ik mij in voor een wereld waar liefde, kwetsbaarheid, verbeelding en solidariteit weer meer worden toegelaten en omarmd. Ik kies voor een wereld van mogelijkheden in plaats van beperkingen en ik strijd tegen onverschilligheid. Want the opposite of love is not hate, but indifference. Bell Hooks schrijft in haar boek All About Love dat we onszelf kunnen veranderen door ons de gedachte eigen te maken dat liefde een actieve daad is in plaats van een gevoel. En bij die actieve daad hoort verantwoording en verantwoordelijkheid. We leren als kind dat we vaak geen controle hebben over onze gevoelens. Maar we leren veel te weinig dat het juist onze daden zijn die onze gevoelens kunnen vormgeven. En daar hoort ook empathie bij. En dat is leren binnenkomen in de gevoelens van de ander. Wat je zou kunnen vergelijken met een immigrant die in een nieuw land arriveert en zich verwondert over datgene wat hij nog niet kent. De filosoof Emmanuel Levinas zegt tevens dat alleen in de ontmoeting met de ander wij ons bestaan kunnen rechtvaardigen. Het meest humane in de mens is het vermogen om de uitdrukking van het gelaat te lezen, om de belediging van de beledigde te zien. Ik schreef naar een samenleving waarbinnen we volledig vrij durven te balanceren op een strak gespannen koord met de kans beide een vrije val te maken. Maar in de val zijn we gelijk en is er de kans om elkaar met nieuwe ogen te bekijken, om zo samen onder andere het koloniale trauma te verwerken.